technology, technieken, technologie, daar gaan we het over hebben. Met vandaag, hoe plak je je fietsband? Nu zul je denken, wat heeft dat nou weer met kunst te maken? Nou, ten eerste geeft een fiets mij vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dus eigenlijk heeft het er alles mee te maken. Maar ja, soms gebeurt er eens iets en dan moet je je band plakken. En om de kosten te besparen, want bakken geld verdien je niet met die kunst. Dus plak je hem zelf. Wat heb je daarvoor nodig? Een fiets met een lekke band. Lek een fietspomp. 3 metalen bandenlichters. Schuurpapier. Knippleisters om de goede grootte van je gat te dichten. En daarvoor heb je ook nog een schaar erbij nodig en ruim. Eerst zet je je fiets op de kop en laat je je band leeglopen, als die er dan al nog niet is. Bij mij was die dat al. En dat is stap 1. In mijn geval is mijn voorband lek. Dus je haalt het ventiel eraf. Bewaar die onderdelen dan ook echt goed, dat je niet straks de boel kwijt bent en je fiets niet meer in elkaar kan zetten. Dus leg die even opzij. Nu wil je natuurlijk je binnenband uit de buitenband, dus je gaat met de bandenlichters je buitenband opflippen, zodat je ruimte krijgt, zodat de binnenband eruit kan. Op zo'n bandenlichter heb je een platte kant en een kant waar je mee aan de spaken kan vastzetten. Dus deze kant flip je hem eronder en je zet hem vast als je dat zou willen. Hoeft natuurlijk niet. En dan doe je hem ietsje verder. En doe je hier eigenlijk hetzelfde. Kan ook de andere kant trouwens. En in principe, maar ja, bij mij zit het dus eigenlijk al los. Zoals je hoort. En heb je eigenlijk die hele band los. En kun je de binnenband eruit halen. En dit is dus je binnenband. En die ga je weer even een stukje oppompen. Nou, volgens mij kun je niet een band oppompen zonder het hele ventiel eraan. Dus je moet wel een klein stukje er weer op zetten. Ik luister eigenlijk altijd of ik kan horen waar het gat zit. Maar nee, dit keer hoor ik het niet, dus ik ga toch nog een emmer water pakken. Oké, ik heb een emmer water en ik ga nu de band erin laten vieren. En even kijken als er bubbeltjes ontstaan. Nou, zo te zien zit daar het gat. Net boven mijn vinger zit het gaatje, zie je? Nu ga ik het droog maken en rondom het gaatje schuren. Dus je pakt het lichte schuurpapiertje en dan ga je gewoon helemaal rondom dat gat lekker goed een ruw maken, zodat straks het pleister plakt. Hier zit het gaatje. Eerst lijm, niet te zuinig, zo kan je zo de rest alweer weghalen. Oh, ik hoorde hem sissen. En de lijm moet je sowieso 2 minuten laten drogen, dus dat laten we nu even. Zoals je zag was het maar een heel klein gaatje, dus zo groot hoeft de pleister niet. Maar zorg wel altijd dat je een beetje grootte gewoon doet. Nou ja, beetje, dit is wel heel veel groter. Maar ik heb het idee dat het dan altijd beter plakt en blijft zitten. Want je wil niet zo zijn dat je morgen de band weer opnieuw moet plakken. Dat die hier heeft losgelaten. En ik maak het ook altijd wat ronder. Ik heb het idee dat anders de hoekjes
omhoog flappen, zeg maar. En van die pleister moet je wel de achterkant eraf halen, want ik heb het een keer erop laten zitten. En het is gewoon glad en dan plakt hij niet. Ik doe ook altijd eigenlijk nog maar wat lijm. Ik weet niet of dat moet, hè. Het is mijn manier hoe ik een band plak. Ik bedoel, ik heb geen idee of ik het goed doe, maar ik doe de achterkant van het pleistertje ook altijd nog. Het moet even goed een beetje kleverig worden. En dan gaan we hem op de band doen. Nou, het kan er nu op. En ik doe hem zo een beetje tegen. Er is hier zo'n naad. Een beetje tegenaan. En dan in het midden zit het gat. Ik heb het idee dat aan de zijkant geen lijm zit. Dus dan doen we het gewoon nog wat erbij. Nou, het is niet de allermooiste ever. Maar goed, daar gaat het niet om. Even goed vasthouden. Ik zat net te denken, misschien kan je het ook beter plakken als hij gewoon leeg is. Op zich maakt het natuurlijk niet uit. Nou, laten we hem eerst even zo. Waar is die zon? Nu je de band hebt geplakt en je hebt gecontroleerd of er niet nog een gat in zit. Ik heb zeg maar de rest van de band nog even door het water gehouden nadat ik het heb geplakt. Dit is de plakking. Hij is goed. Nu moet de band natuurlijk weer terug in de buitenkant. En eerst laat hem weer leeglopen. En je zoekt het gat op waar het ventiel weer door moet. Ah, hier. Dus daar begin je eigenlijk mee. Je drukt de ventiel van de achterkant er weer in. Die kan je gelijk vastzetten. En je legt de band eigenlijk helemaal weer onder de buitenband. Ga niet gekronkelende banden weer erin proberen te doen. Wel helemaal mooi recht. Gaan we zo nog even weer controleren. Ik heb het idee dat hij nu niet helemaal goed gaat. Zo, dan is het belangrijk dat je beide kanten, zeg maar deze zijkant in de band, in. Dus deze zijde en deze zijde. Het is niet altijd even makkelijk. Volgens mij was bij mijn oude fiets echt een drama. Oh, nou deze niet. Oké. En nu pompen. Mijn pomp is dus... Hij komt niet helemaal op de grond. Nou, mijn fiets is weer klaar. Even check. Perfect. Nu kun je dus nooit meer zeggen dat je je eigen fietsband niet kunt plakken. Want je hebt gezien hoe het zou kunnen. Oké, ik raad je niet aan om te filmen en een fietsband te plakken tegelijk. Want dan vergeet je soms eens wat en je moet wel even bij nadenken. Maar ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? En je hebt zo weer, wat zou het zijn, 10 euro uitbespaard? Nou, zeg maar tot de volgende keer.